Okidoki, we hebben 30 seconden de tijd en dan gaan we uitvinden waar we zitten. Oh crap, ik heb World gedaan en ik had eigenlijk dingen willen doen, weet het. Die andere, de Diverse World. En die had ik ook al klaarstaan toen net, maar toen liep hij vast op, ik denk, 13 seconden of zo. En ja, dat liep niet zoals verwacht, zullen we maar zeggen. Want toen zat hij 13 seconden vast, dan had ik nog geen gok gemaakt en nou ja. Het zat in de buurt, weet je. Ik bedoel... Dit zou wel eens... Oh. Hij was wel heel enthousiast. We zullen zien of ik gelijk heb dat dit Californië is. Het zou wel heel fijn zijn. Namelijk. Dat betekent namelijk dat ik alsnog goed zit. Nee, het was Mexico. Nee. Dicht bij elkaar genoeg. Ja. Ik heb hier twee mogelijke opties voor. Dit kan Argentinië of dit kan Lesotho zijn. Het probleem alleen is dat zowel Argentinië als Lesotho vrij ver uit elkaar liggen. Blinde gok. Het was niet eens een van de beide, het was Peru. Zucht. Dit is... Deze is niet zo heel moeilijk wat het is. Gesland. Daar heb ik het land sowieso goed. Yay. Woehoe. Dat was een makkie. Nou, het is gewoon vervelend dat hij bij Peru dat hij gewoon ook weer vastliep, weet je. Dat... Het was niet eens Rusland, het was Oekraïne. Man, serieus. 45 kilometer. Ja, met deze bossen en zo is dit echt... Ik vergeet altijd dat 30 seconden tot de top best wel weinig is, zeg maar. Het is ook lang geleden dat ik er eentje opgenomen heb. Oh, dan moet ik ook eerlijk zeggen. Degene die afgelopen... Vorige week is Oeh, deze zat verrassend dichtbij. Niet de goede staat, maar... In ieder geval... Het zat in Mississippi, maar ik zat in... dat is Alabama, ja. Maar het is lang geleden dat ik er eentje geüpload had. Of überhaupt gemaakt had. Dus ja. Ja. Maar goed... Nou, de enige echte grote misser is deze geweest, maar ik denk ook niet dat het nadeel daarbij was met name dat hij gewoon op het moment dat ik vooruit klikte, dat hij niet verder ging. Ik zeg niet dat ik aanwijzingen had gevonden, maar hè, wie weet. Maar goed, dan alsnog, als ik daar Spaans gezien had, had ik hem op zijn hoogst hieronder in Argentinië weggezet. Dus had ik het nog niet goed gehaald, hoor. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Maar goed, dat was hem voor deze keer. En dan zeg ik tot de volgende keer.